Ik ga het met u hebben over het verschil tussen de A7 en de A7-2. U kunt meteen zien aan de camera dat die stuk slanker is, de A7, dan de A7-2. In de A7-2 zit dan ook een hele goede stabilisatie, een vijfasige stabilisatie. Die zorgt ervoor dat u onder de slechtst mogelijke omstandigheden toch nog een mooi stabiel beeld kunt maken. Als u gaat lopen tijdens het filmen, zult u nauwelijks merken dat u aan het lopen bent. Gaat u een foto maken met een langere sluitertijd, dan kunt u echt wel tot een vierde van de seconde uit de hand nog een mooie foto maken. Bij de A7 is de knop kleiner en het wieltje aan de achterkant is minder goed bereikbaar. Kijken bij de A7-2, wat grotere knop, prettiger instelbaar, mooiere wieltjes en de custom functies zijn makkelijker bereikbaar.